Welkom bij de sprint van vandaag. Dit lijkt weer een fantastisch weekend te worden. Na een fantastische kwalificatie is het tijd om de startopstelling voor de sprint van vandaag te bekijken. Een geweldige kwalificatie van Charles Leclerc gisteren, waardoor hij op pole staat. Net voor George Russell, die dit keer vanaf P2 start. En op de rest van de grid hebben we Hamilton, Sainz, Max Verstappen en Norris, Fernando Alonso, Bottas, Ocon en Daniel Ricciardo, Gasly, Tsunoda, Sebastian Vettel en Mick Schumacher, Magnussen, Albon, Lance Stroll en Guanyu Zhou, Latifi en Kuki. En nu is het tijd om het circuit op te gaan. After the points finished last race,
it's been a rough year, but let's try to stay positive. Even the greats had some poor seasons, so we'll knuckle down over the winter and we'll come back stronger next time. Niets kan de leiders van het constructeurskampioenschap op dit moment nog in de weg staan. Maar, en dus, Ferrari is uit het zicht verdwenen en buiten bereik. Weer een triomf voor het Italiaanse team. Terwijl zij de constructeurstitel pakken. Er was ook een sterke aanwezigheid van het team van McLaren vandaag, dat omhoog kruipt. De sprint is achter de rug en de startopstelling voor de grote race van morgen is bekend. Kijk morgen weer naar wat ongetwijfeld een fantastische race zal worden.